Zo'n 6000 Groninger studenten moeten zo goed als zeker een langstudeerboete betalen. De Tweede Kamer debatteerde vandaag over uitstel van de boete van 3000 euro per student, maar de partijen konden niet tot overeenstemming komen. Behalve voor de studenten is dat ook slecht nieuws voor de Rijksuniversiteit en de hogescholen in de stad. Ook zij krijgen een boete voor iedere student die te lang over zijn studie doet. Vervoerder Arriva gaat de problemen aanpakken die zijn ontstaan bij het vervangende vervoer op de route Groningen-Leeuwarden. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er op een deel van het traject geen treinen. Reizigers worden daarom met de bus naar Buitenpost gebracht, waar ze op de trein kunnen stappen. De bussen komen echter nogal eens te laat in Buitenpost aan, zodat de aansluitende trein al vertrokken is. Arriva laat nu de treinen maximaal 5 minuten wachten op de bus. Langer kan niet, omdat dan de hele dienstregeling in de war loopt. Volgende week verandert de situatie weer. Dan rijden er namelijk geen treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden. De provincie heeft het negatief zwemadvies voor de Kardingerplas opgeheven. Vorige week werd daar blauwalg ontdekt dat huidirritatie en maag- en darmklachten kan veroorzaken. Wel blijft er nog een waarschuwing staan, omdat er nog steeds een verhoogde concentratie blauwalg is. Het risico voor de volksgezondheid is echter beperkt. Er zijn borden geplaatst om de zwemmers te informeren.